Papi, dime. Dag iedereen en welkom bij een nieuwe DJ Live vlog. Ondertussen nummer 6 al. En in deze vlog gaan we draaien op het Tomorrowland Party Flight vliegtuig. En gaan we helemaal naar Egypte voor een DJ set in El Gouna. Maar er is eerst nog nieuws. Super bedankt voor alle mega lieve reacties op het artikel van de morgen. Waar ik het heb over mijn hart. Ik heb echt heel veel berichtjes gekregen, waarvoor super veel dank. En ook blijf zeker kijken tot het einde van deze vlog. Want daarin geef ik de Tomorrowland goodie bag weg. En kan de winnaar ontdekt worden die de vorige keer in de video gereageerd heeft. En als je nu aan het kijken bent, maak dan een foto voor je Instagram story, je Snapchat of je Facebook. En tag mij erin, @naarhetwolfs, zodat ik deze kan reposten in 3, 2, 1. Net hier zo aangekomen in de luchthaven van Zaventem. Het is nu, heel even kijken hoe laat het nu is, 5 uur. Ik ga nu het wandelen naar de gate voor de mensen van Tomorrowland. Dan gaan we op de party flight. We hebben er keiveel zin in. Voor die party flight gaan we naar Barcelona. Dus we vliegen eerst van Brussel naar Barcelona. Ik weet eigenlijk niet hoe lang dat vliegen is, maar ja, ik weet nooit dingen van tijd of andere informatie. Dus dat maakt mij eigenlijk niet uit. Dan gaan we naar Barcelona eerst. En dan daar pikken we dan de Tomorrowland passagiers op. En gaan we van daaruit terug naar België in het Tomorrowland vliegtuig. Helemaal met Tomorrowland bedekt. Met eten aan boord, met slingers, met confetti, met alles wat je kunt inbeelden voor een goed feestje. Het is wel best druk hier zo, voor 's morgens voor 5 uur te zijn. Dus dat gaan we doen en het gaat sowieso super vet worden. Wat ik ga doen met mijn set, weet ik nog niet. Ik weet nog niet hoe de passagiers zijn. Het zijn Spanjaarden, dus ik weet niet of ze eerder voor hip-hop zijn, of voor house zijn, of voor dance, of EDM, of techno. Maar ik ga gewoon een mix van alles brengen en dan gaan we zien wat het beste werkt. Ik heb er sowieso kei veel zin in. Yo no sé lo que me hiciste, sobrenatural, con tu hechizo me envolviste, no lo puedo negar, todo ready para el perreo, que tú me quieres, yo no lo... We zijn nu net aangekomen in Barcelona en alles is hier nu gereed maken, of ze zijn hier nu alles aan het gereed maken voor de terugvlucht met de Tomorrowland passagiers. En het is echt zot om op een vliegtuig te draaien. Check hier, ik ben gewoon in een leeg vliegtuig. Once in a lifetime. Yes, ik ben net terug van de Tomorrowland Party Flight en het was echt niet normaal krankzinnig vet gewoon om in een vliegtuig te spelen zo hoog boven de grond met allemaal mensen naar Tomorrowland gaan met lightsticks en sfeer en alles wat erbij kwam kijken. Het was wel een beetje spannend, want het was op een Serato-controller, was een beetje wiggelend op zo'n soort van room service bakje. Maar het was echt mega geweldig en ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik heb ook enkele van mijn mashups kunnen draaien, dus als je een leuke plaat hebt gehoord of gewoon al mijn mashups wilt downloaden, de link hierzo is in de beschrijving, in de first comment, ook overal waar je hem kan vinden. En dan kan je ook die mashups downloaden, kan je die ook in je set spelen. Ik ben er altijd niet goed van, I loved it. Zo, nu terug van de party flight van Tomorrowland en nu, de volgende reis gaat over enkele dagen zijn en dan gaan we naar El Gouna, Egypte, voor een DJ-set in Duport. Alweer op de luchthaven, hier zo in Brussel. Klaar om naar de gate te wandelen, want nu vertrekt mijn vliegtuig zo dadelijk naar Egypte. Transfer passengers for Lufthansa. Les passagers en transfert pour le vol Brussels Airlines 1091 à Les passagers pour le vol Twifly. La 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 la.
Een klein beetje vertraging, dus ik verveel me een beetje. Laten we wat zingen van we zijn hier net aangekomen in het hotel in El Ghouna in Egypte en het is hier mega mooi. Check dit hier zo. We liggen eigenlijk naast de kust en ik heb me net omgekleed. Ik heb mijn zwembroek aangedaan met bolletjes en mijn t-shirt aangetrokken is wel een klein beetje groot, maar het is niet erg. Het is de bedoeling om te chillen en daar is het zwembad en nu lekker zwemmen. Voilà, ik heb de handdoeken al en ze zijn een beetje te groot. Wacht. Ja. Oké, oh, zalig de zon. Ik heb dus handdoekjes genomen en nu ga ik terug naar Robben. Dan gaan we lekker zwemmen. Oh yeah. Robben, vertel me wat we aan het doen zijn. Wij zijn ons aan het klaarmaken om in het zwembad te duiken. Dat zijn we aan het doen. Oeh, en met dit potje dus. Hey, dat ziet er lekker uit, jongen. Hey. Oké. Ik heb een beetje te veel genomen, denk ik. Precies wel, hè. Is dat de eerste keer dat je dat zelf doet, jongen? Ja. Ja, maar je moet toch meer op je lichaam mee oké geworden. Oh nee, Rob heeft net dit ontdekt. Oh nee! Een salamander. Ah! Die beweegt. En daar is mijn bed. Ja, maar dat zit wel op boven dat van mij, joh. Oh, hippie. Welkom in Egypte. We zijn dus net meegevaren en de boot zie je hier achter mij. We zijn midden op zee. We hebben ongeveer 20 minuutjes gevaard. Nu zijn we gewoon midden in diepe zee. Want daar zo is de zee super blauw en daar is het mega diep. En hier is het gewoon ondiep. En wat is dat? Een zeester. Een bepaald soort, maar dat je daar. Hier zie je zo de bloemetjes. Oh, yeah. Alrighty, hey! Hallo. Nu op dit moment terug naar het hotel aan het wandelen. Naar de prachtige boottrip samen met Patrick. Die hebben we leren kennen op de vlieger. Patrick, mega bedankt. Dat is echt een super unieke ervaring. Toen is terug onderweg naar het hotel en dan nu nog een paar dagen chillen. Dus vandaag maandag en donderdagavond speel ik eigenlijk in de club die hier niet zo ver vanaf is. Dus ik heb er super veel zin in. Er komt heel veel volk, heeft de organisator mij verteld. Dus ik heb er super veel zin in. Dus nu nog een paar dagen chillen en dan vliegen we erin. Poe! Ja, het is nu voor echt. We zijn op weg naar het feestje. Dit is het einde van vlog 6 en ik wil jou bedanken om weer al te kijken. Het enige wat mij nu nog rest te doen is de Tomorrowland goodie bag weggeven. Zoals ik beloofde in de vorige vlog. Dit is hem, nog een keertje de Tomorrowland tas. Met daarin een Tomorrowland pet. Met daarin ook nog een lanyard. Met daarin ook nog een zonnebril. Een vlag. Dus al deze spulletjes kon je winnen en daarvoor moest je op de vorige video reageren als je hem zou willen winnen. Dus heb ik al deze namen uitgeknipt en in deze kom gestopt. En
Ik ga nu een naam trekken en die wint hem. Dus tromgeroffel. Het is Jenten Lefever. Boom. Als je het goed kan zien, stuur mij een berichtje en reageer onderaan deze video. En ik probeer jou zo snel mogelijk te contacteren om deze bag naar jou thuis op te sturen. Super bedankt om weer al te kijken. Als je het leuk vond, abonneer dan. Bedankt en tot de volgende keer. Little was a fire starter. Little was a fire starter.